Welkom bij Mixed Gamers AD. Ik ben Kevin en ik speel Survival Island voor jullie. Ja, laten we maar even wat hout gaan hakken. Deze seed zou ik in de description zetten. Ik ga het beloven eigenlijk. Ik vergeet het echt. Ik ga het echt wel vergeten. Ik vond dit op zich wel een mooi plekje om te bouwen. Dichtbij een cave waar een zombie in zit. Ik heb geen uitdagingen. Want dat ik misschien heb opgeschreven. Bij deze hard-island zal uitdagingen zijn. Deze zombie wil me niet dood. Ja, we hebben wat vlees. Dat is best wel bruut nu. Hebben we wel nodig op het moment. Laten we even wat van dat hout gaan hakken. Want dat vind ik wel even mooi. Alhoewel deze boom fucking erg fucking groot is. Ja. Een survival island, ja. Dat gemaakt is van jungle. In de jungle. Eigenlijk een coast eilandje in de oceaan. Wat van jungle is. Ja, ik vind het op zich, dit lijkt me wel leuk om te doen. En misschien ook wel leuk om, om terug te kijken. Ik heb nu hebben we zat tijd om veel filmpjes te maken deze herfstvakantie. Het is nu zaterdagavond. 6 voor 8. Ja, ik denk dat mensen het belangrijk vinden om het te weten hoe laat het is en welke dag het is. Het is 20 oktober volgens mij. Boeit niet vrij weinig. Er zullen namelijk ook veel filmpjes deze vakantie komen. Ik denk dat ik deze morgen ga uploaden, dus zondag. Zodat we morgen weer een filmpje online hebben. Ik ga ook nog een smaakje nu doen, denk ik. En ja. Vakantie is gewoon brut. In het filmpje kan het een beetje laggy zijn, want ik heb een beetje lag bij. Ik heb het al eerder geprobeerd op te nemen, ik heb het ook gedaan. 10 minuten heb ik staan lullen. En toen zijn we nogal gefaald, want hij had het dus niet gerecord. Normaal heb je bij Fraps altijd van die cijfertjes in de hoek staan, maar dat had ik deze keer dus niet. Dus daarom is hij ook gefaald. Ik zal eens eventjes iets van een huisje proberen te maken. Ja, het lijkt wel een beetje. De volgende keer zou er geen lag zijn, dat beloof ik. Meen ik echt serieus? Ik lieg niet. Laten we dit even iets platter maken. Dan kunnen we sneller een huis bouwen. En hoe sneller we een huis hebben, hoe sneller we kunnen overleven. En, ik ga zoveel mogelijk van het eiland proberen te bouwen. Gaat denk ik wel lang duren, gaan veel episodes komen denk ik. Natuurlijk is het doel om diamond te vinden. Het gaat denk ik wel lukken, hoop ik. Ik ga gewoon alles om doen om één stukje diamond in de zit te krijgen. Nou, eigenlijk niet, maar... Nee, deze hout gaan we er niet voor gebruiken. Of toch wel? Nee. Ik hoef in het begin niet zo heel erg groot huis, want als ik een groot huis maak in het begin, dan is hij altijd fucking lelijk. Gewoon eerst even een zandhuisje mee. Dat lijkt me op zich nog wel een goed idee. Hoewel ik zo wel wat tools nodig heb. Dat ik gewoon even deze tropische hout toch maar ga gebruiken. We zitten op een jungle, dus waarom zouden we geen tropisch hout gebruiken? Dat is gewoon apart. Daar kan niemand mee leven, hoop ik. Nee, dat hoop ik niet. Het eiland is nogal hoog zo te zien. Appel. We hebben denk ik ook wat sandstone nodig. Willen we een deur krijgen in dit huis. En wat meer jungle hout.
Ik vind het wel een beetje irritant dat je die blokjes schuin en opzij kan en liggend kan plaatsen. Dat is gewoon echt irritant. The fuck? Oké. Okay. Even nog een boompje gaan zoeken. Eerst gaan we dit even eten. The hungry. Cacaobonen. Ook goed van pas. We hebben ook even wat seeds nodig. Kunnen we wel wat wiet krijgen en kunnen we koekjes krijgen. Oh, daar zaten dus nog meer cacao aan. Yeah. We kunnen het huis ook van iets anders maken nu al, maar... Hopelijk zijn er ook schapen op de zeilen. Of, nee, ik hoef geen schapen. Ja, alleen voor een bed dan, maar... Zo'n huisje kun je makkelijk overleven. Oh, we missen nog een paal. Wat is die ook nog in? En ik hoor dit is zombies. Dus we gaan zo ook eens... We gaan straks ook nog even kijken in die mine. En als we dat straks niet doen, doen we het de volgende episode. En we zullen ooit kool nodig hebben, dat weet ik zeker. En die zombie, die geeft al meteen antwoord. Oké, laten we hier eventjes... Dus gewoon even een paar muren inzetten. Ik weet, ja, er kunnen een banzai attacks komen van zombies, reapers en spiders en zo. Die via het dak naar binnen kunnen komen. En volgens mij is een zombie heel dicht bij mij. Dus ik weet niet of die mine zo heel groot is. Maar ik heb niks anders op het moment om te gebruiken. Om... Hier zetten we de crafting table neer. Ik weet het, ik heb geen skin. Sorry mens, daarvoor. Ik kan er niks aan doen. Oké, daar ga ik commentaar op krijgen. Dat is altijd zo. Dit is een deurtje. Het is een chest. Oh shit, verkeerd. Jullie horen me vast heel hard klikken. Kun je ook gewoon wat de miskliks ik doe. Laten we eventjes wat gras gaan zoeken. Ga ik meenemen, die twee bloemen, daardoor kan ik denk ik hopelijk mee aangeven dat het waar mijn huis is. Vaak. Alhoewel je in huis op dit eiland niet zo snel gaat vergeten. Er zit hier een kip. Ik heb gewoon kippen hun leven. Vind ik gewoon echt vet trots op. Ik denk dat we de aflevering hierbij gaan beëindigen, want het wordt de nacht. Zo te zien. Oké, okay. Neem dat bloemetje ook mee. Kunnen we die hier op zand zetten? Nee. Ik hoor skeletons. Auw. Thank you.
Daar heb je. Een little bastard. Ik ben high. I'm behind you. Hey. Oh, dat is mooi. Daar kunnen we wat bomen mee maken. Oh ja, yeah, daar kunnen we nu wel een cowboy mee maken. Hey. De cowboy maken. We kunnen nu koekjes maken. Speciaal voor Jordi. Jordi, ik heb koekjes. Ik ga de aflevering hierbij beëindigen. Abonneer, favoriet, voeg toe in je... Ja, heb ik al gezegd. Like, niet dislike, net zoals de andere video's die ik heb gemaakt. Ja, tot de volgende keer. Dan gaan we verder. Dan gaan we denk ik die mine in. Dan gaan we fatsoenlijk een huis bouwen, niet met dit zand. En ja, tot de volgende keer. Want dan ga ik verder.